Het Nationale Park de Hoge Veluwe is er klaar mee en roept gemeente op om droppings te verbieden. Aanleiding tot de oproep is een zoveelste incident dat vrijdag 5 november plaatsvond bij de ingang van het park aan de Houtkampweg in Otterlo. Dit is een van de drie ingangen van het park. Een groep studenten van het Delfts Studentencor Phoenix werd er in de nacht gedropt. Er was sprake van openbare dronkenschap, vandalisme en geluidsoverlast. Alle studenten zijn bekeurd door de politie. De parkdirectie heeft de studentenvereniging en de TU Delft hierover aangeschreven en om maatregelen tegen de betreffende studenten gevraagd. Er vinden vaker dergelijke droppings plaats, volgens de parkdirectie. En ze stelt, een groot deel van de omgeving van het Nationale Park de Hoge Veluwe en ook het park zelf valt binnen de beschermde Natura 2000 gebieden. Hierin leeft een grote diversiteit aan kwetsbare en veelal zeldzame planten en dieren die vertrappings- en verstoringsgevoelig zijn, zo laat het park in een persbericht weten. Vooral s'avonds en s'nachts, wanneer natuurgebieden niet mogen worden betreden, zijn dieren gewend om te foragieren op de plaatsen die overdag te druk voor hen zijn. Betreding werkt dan extra verstorend en heeft dus grotere gevolgen. Omdat het Nationale Park de Hoge Veluwe niet alleen staat in de problematiek van verstorende nachtelijke droppings, heeft het park de gemeente gevraagd om droppings in natuurgebieden definitief te verbieden. Gemeenten hebben de mogelijkheid om binnen hun algemene plaatselijke verordening, de APV, te bepalen wat zij wel en niet toestaan binnen hun gemeentegrenzen. Voor wat betreft de Nationale Park de Hoge Veluwe gaat het om de gemeenten Ede, Arnhem en Apeldoorn. Wij hebben om een reactie en een toelichting bij het park gevraagd, maar een woordvoerder liet weten niet te willen reageren. Er was al genoeg aandacht geweest voor deze oproep.